Ik heb in de hoed gewoond, maar ik eet die vers. Ik pluk een appel uit de boom, ja ik eet die vers. Ik stop wat zaadjes in de grond, ja mijn roots zijn sterk. Welkom bij de vierde editie van Festival Divers op het Land van Ooi. Het belooft weer een mooie dag te worden. Als het weer een beetje mee zit de rest van de dag. Als ik zie nu, ondanks de regen, zoveel prachtige mensen hier aanwezig zijn. Sommigen ook van ver hier naartoe gekomen zijn. Betekent dat er is behoefte aan die verbinding. Er is behoefte aan datgene wat divers biedt. Festival Divers wordt voor vierde keer gehouden. Dat is een ontmoeting die door Bureau Weiland in samenwerking met Netwerk Kleurrijk Groen en Land van Ooi en het leven is geroepen om een brug te creëren, te slaan tussen de stad en de natuur. Kleurrijk Groen is een initiatief van Bureau Weiland waar we met een groep mensen vanuit verschillende achtergronden bij elkaar komen om initiatief te ontplooien op het vlak van duurzaamheid, ecologische duurzaamheid, maar ook sociale projecten ontwikkelen in de stad. En Festival Divers is daar een hele mooi voorbeeld van. Kleurrijk Groen staat voor de vier V's: verbinding, verduurzaming, verbreding en vergroening. Daarom staan we op dit mooie terrein hier, een hele mooie plek om samen nader tot elkaar te komen. Maar ook met het grotere doel om verduurzaming en de verbreding daarin en de vergroening daarin te stimuleren. En dan is zo'n Land van Ooi een hartstikke mooi voorbeeld om te zien hoe mooi groen het hier is. Hoe mensen hier bezig zijn om die vergroening te bewerkstelligen. Wat wij bieden aan de leden en de vrijwilligers zijn een aantal moestuinen. Die worden gehuurd voor een bepaald bedrag. In die moestuinen streven wij ernaar dat mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond, dat die de tuin ook delen met mensen zeg maar, zonder migratieachtergrond. En ander deel is dat we een fruitgaard hebben, bessenstruiken hebben, aardbeienveldje, een pompoenenveld waar we nu naast staan, waar voor algemeen gebruik geteeld wordt. Streven naar duurzaamheid, diversiteit, zowel qua mensen heb ik net al genoemd, maar ook biodiversiteit. Af en toe hebben we activiteiten, af en toe workshops, maar één keer per jaar hebben we het Festival Divers. Onze wereld reikt niet verder dan de opperhuid. Omdat alles wat nu belangrijk is, zich in onszelf verschuilt. En als ergens ook maar één eenheid die wereld wil binnendringen, onthoud dan dat de wind ook alleen maar wil zingen om de bomen te laten dansen. We hebben een heel vol programma met verschillende sprekers, dansers en muziek. En verschillende stands met activiteiten waarin mensen laten zien wat ze hier in Nijmegen doen om die verbinding, vergroening en verbreding te laten zien. Wij hebben gekeken wel naar bredere samenwerking, ook met verschillende initiatieven zoals The Mansion. Hè. Dat is een vindplaats of broedplaats van jong artistieke talenten. En die komen hier optreden. We hebben wel in optreden zo gekeken naar ook diverse achtergronden. Tana Hassouni gaat hier zingen, de Syrische zangeres. We hebben een gast, Abdelkader Ben Ali, schrijver. Die zal gedurende het festival hier rondlopen en de vierde editie afsluiten met een impressiecolumn. Wat je bij Festival Divers ziet is dat er eigenlijk behalve muziek, maar ook poëzie en eten en allerlei stands staan vanuit verschillende culturen. Dat maakt het ook dat het echt een soort mooi proeverij is van verschillende culturen en verschillende mensen en verhalen. En dat maakt Divers extra leuk. Wij verkopen dus groenten en allemaal zelfgemaakte spulletjes, jam, chutney. Lekkere appeltaart, die ik net heb gekocht. En achter er zijn allemaal standjes met informatie van allerlei mensen. Ja, ja. Zelfgemaakte soep van Rini, die komt zo op een vuurtje. Nou, ik ga even naar moestuintje en kijk eens wat kijk achter daar. Mijn rug. Die draait je om en het wordt achter je rug rood. Dus
Dit gaan we ook verkopen. Ze hebben me uitgenodigd om te vertellen, omdat ik door heel veel landen ben gereisd, helemaal naar Pakistan, om duurzame sociale projecten te bezoeken. Het begint eigenlijk in Nederland, bij mijn eigen woning. Die heb ik gasloos gemaakt met zogenaamde PVT-panelen en een water-waterwarmtepomp. Dat heb ik eigenlijk opgeschaald tot een plan voor heel Nederland. En vervolgens ben ik duurzame boeren gaan bezoeken, op de Balkan kringlooplandbouw en in Pakistan op de gletsjers ijstorens. Die maken ze om langer het smeltwater vast te houden om akkertjes te bevloeien. Daar hebben ze ook last van verdroging en opwarming. Maar ook om dus het water minder snel naar de rivieren en de zee te laten gaan. Dus ze helpen eigenlijk ons ook al tegen de zeespiegelstijging. Ik kom graag in Nijmegen omdat ik veel vrienden heb in Nijmegen. Al sinds de jaren 90, toen ik debuteerde als schrijver. En een van die vrienden is Kader Shafiq van bureau Weiland. We hebben een hele mooie hechte vriendschap opgebouwd. Die gaat over diversiteit, inclusiviteit en die ook gaat over leven in de natuur. En daar ben ik hier. Wat ik ga doen is echt gewoon heel spontaan. Gewoon puur op wat ik hier heb, wat ik zie en wat ik beleef. En de mooie gesprekken die ik heb met de mensen. Geef ik een samenvatting van deze dag. We zijn hier eigenlijk heel gek in een gewijde ruimte. Dit is eigenlijk een heilige ruimte. Hier geldt eigenlijk anders. Het is Beit al-Haram is het hier. Beit al-Haram is de plek. Beit al-Haram is de plek waar andere regels gelden. Waar de regels van de vrede. En dat voel je, hè? Dat voel je. Het is heel apart. Maar als je nou, stel je bent mokromafia en je komt hier binnen, dan voel je niet meer mokromafia. Dan denk je alleen maar van, ja, leuk, weet je wel. Lekker peertje en appeltje en gezellig. Ik rijd iedere keer voorbij en ik zie de gezelligheid, de multiculturele wat er allemaal hier plaatsvindt. Dus ik was nieuwsgierig. En dat heeft me naartoe gebracht om hier bij de open dag aanwezig te zijn. Ik wist dat er verschillende culturen hier zo rondlopen. Maar dit is echt leuk. En het leukste van wat ik vind is wat die mensen hier geplant hebben. Die verschillende culturen. Dat ze dat ook terug in een potje jam. Een cake. Of noem maar op. Alle lekkernijen die gemaakt zijn. Mm-hmm. Dat zijn achtergrond van hun eigen cultuur. Ze zijn zo trots om hun producten te laten zien. Hun prestaties. En ja, daar word ik echt stil van. De mensen die bij Festival Divers komen hebben zelf ook diverse achtergrond. Je ziet hier verschillende mensen rondlopen, gezinnen, maar ook jongeren. Het is ontzettend mooi om te zien hoe ze hier samenkomen en elkaar opzoeken. Of het nou gaat over eten, of het nou gaat over muziek, of een mooie poëzie, of allerlei activiteiten. Dat brengt ze toch weer samen en dat is ontzettend mooi om te zien. De sfeer vind ik heel gemoedelijk, echt. De meeste mensen ken ik hier zo nu, maar je loopt binnen en je wordt gelijk ook meegezogen. Je hoort erbij. Ik wil een gemeenschap om dit mee te delen. Een gesprekje hier en daar. Ik wil het gevoel van verantwoordelijkheid voor de grond en voor elkaar. Ik wil kunnen kiezen, omdat er rijkdom is in verschil. Hoe meer andersheid, hoe rijker ons samen zijn en hoe kleurrijker de teelt. Dit jaar zullen ook Oekraïners die naar Nijmegen zijn gevlucht aanwezig zijn. Vorig jaar waren heel veel Afghaanse evacuees. Een paar van die evacuees zullen ook vandaag actief een bijdrage leveren. Ik kom zelf ook oorspronkelijk uit Afghanistan. Ik ben een jaar of 32, 33 geleden naar Nederland toegekomen, gevlucht. En ja, inmiddels goed gezetteld in Nederland, in Nijmegen vooral, hè, onze Waalstad. Ik denk dat het ook voor mij een ontzettend veel voldoening geeft om op deze wijze ook aan de nieuwkomers zeg maar, te helpen en bij te dragen aan hun zeg maar, ontwikkeling en ontplooiing hier in Nederland, maar ook in Nijmegen vooral. Want een stad die een duurzame toekomst wil hebben, kan dat alleen maar samen met zijn inwoners realiseren. En dat is ook belangrijk dat we dat doen met nieuwe mensen die naar Nijmegen toe komen, zoals nu ook de gasten uit Oekraïne die wij in onze stad ontvangen met open armen en ook opvangen. En het is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend om zelf actief bezig te zijn met die groene en duurzame toekomst.
We vinden het heel belangrijk om te laten zien dat heel veel verschillende Nijmegenaren van verschillende achtergronden ook iets met groen hebben. En dit is een plek waar mensen eventueel vanuit hun thuisland echt nog ook groentes kunnen verbouwen en elkaar ontmoeten. En vanuit daar weer de Nederlandse samenleving leren kennen. En vandaag is het meer een feestje, dus dan is het ook altijd leuk om iedereen welkom te heten en aan te geven wat het voor Nijmegen betekent dat hier zo wordt gewerkt aan ontmoeting van verschillende groepen, mensen zich thuis laten voelen. En dat in het groen te doen, dat is wat wij belangrijk in Nijmegen vinden, dat iedereen mee kan doen, ook aan thema's als natuur en milieu. Dat dat vooral niet iets is van alleen de mensen die daar zelf al vanaf jongs af aan mee bezig zijn. Landbouw is een manier om dichtbij eigenlijk je voedsel te verbouwen. Hè? Dus ook dat voedsel niet ver hoeft te reizen is weer energie-neutraler. En we zijn van plan om op veel meer plekken in Nijmegen te stimuleren dat dit kan. Dus als mensen willen weten hoe kan ik een initiatief van Stadslandbouw opstarten, dan kunnen ze ook hier eens komen kijken. Deze plek draagt en bij aan de bewustwording over gezonde voeding, draagt bij aan biodiversiteit, het draagt ook bij aan besef van hoe het klimaat verandert en wat we daar met z'n allen aan kunnen doen. Sowieso vind ik de meerwaarde van dit festival dat iedereen lekker buiten is in een mooie omgeving. Hè. Tussen voedsel. Voedsel is toch wel heel belangrijk voor ons. Dat merken we nu ook weer heel erg met de oorlog in Oekraïne. Dat we eigenlijk veel meer voor ons eigen voedsel zouden moeten zorgen. Dus ik vind het heel fijn dat mensen hier bij elkaar zijn en we op een hele eenvoudige manier dingen aan elkaar uitwisselen. Want ik denk dat we zelf veel meer kunnen en niet zozeer moeten wachten op overheden en banken. Die gaan dan vanzelf wel mee. De meerwaarde van het festival is dat we met alle mensen van alle diverse afkomsten, of ze nou uit asielzoekerscentra uit andere landen komen of gewoon van hier uit Nijmegen of de omgeving, jong en oud, dat we allemaal samenwerken en dat we gewoon lekkere dingen op het land maken zonder landbouwgif, gezond leven, de bijen en de bloemen hier groeien en dat we met z'n allen een gemeenschap vormen. Dit is zo goed, hè? Ik hoop dat divers een begin maakt van echt een werk aan vrede, verdraagzaamheid en de samenleving, maar ook begrip voor elkaar, oog voor elkaar. Het omkijken willen wij gewoon hier aanpraten, maar ook rekening houden met anderen in deze wereld. Want duurzaam consumeren, anders consumeren, aandacht voor natuur, dat is ook een vorm van solidariteit met mensen nu. Maar ook met de morgenlanders en met de mensen die straks deze aarde zullen willen bewonen en deze, op deze aarde leven. Een tuin is zo'n plek, heeft een soort van transformatieve kwaliteit. Want het maakt ons van ons allemaal, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, hoeveel we ook verdienen, hoe groot de inflatiecorrectie ook is, maakt het weer kinderen van ons. Weet je wat, dat je dan ergens rondloopt en het is er fris en het ruikt er anders en er groeien rozen en er groeien granaatappels en er groeien bomen en je bent aan de hand van je opa of je oma de Hof van Eden, weet je, dat gevoel. Ik vind het is bijna chockerend dat ik dat gevoel hier heb en dat ik het gevoel eigenlijk niet heb in de rest van de samenleving. Want als ik nu in die samenleving loop, dan we zijn aan het polariseren en we zijn boos aan het zijn en we vinden het heel erg moeilijk om te komen tot delen. Dat vinden we moeilijk. We stellen daar voorwaarden aan vast. We willen dat mensen zelf een paar stappen zetten voordat wij een paar stappen zetten. Ik liep net over het terrein, een beetje zo weg te dromen tussen de maiskolven en het gebladerte. Door ik eens die prachtige harmonica van Afghaanse muziek. Dat had iets bij een surrealistisch, weet je wel. Dan ben je zo aan de Waal en ineens hoor je zo die Afghaanse muziek. Ja, is echt magisch. Fantastisch, je ging mee in de sfeer en in de muziek. Maar net heb ik ook van jongeren hier gezien met de rappen. Nou, dat is echt de nieuwe generatie, dat is echt de aanwezigheid van Nijmegen wat ik hier zo zie en hoor, wat muziek betreft. Dus wat dat betreft zou ik zeggen,
Nijmegen, we zijn rijk aan cultuur. Ja, ik ben op zoek naar een grotere oogst. Dus ik plant verschillende soorten zaadjes in je hoofd. Laat het ontkiemen, noem me bioloog of gewoon filosoof. Want als we zorgen voor natuur, dan zorgt natuur ook weer voor ons. Het is een cirkel die weer terug bij onszelf komt. Cirkel is weer rond. Het is vandaag een hele vrolijke, gezellige boel. Mensen kennen elkaar, sommigen zijn hier helemaal nieuw. Maar er is voor jong en oud van alles te doen, dus een gezellige middag. Ik vind het prachtig. Het is zo'n bijzondere plek. Ik loop hier rond en mijn bekje valt open, zullen we maar zeggen. Van de schoonheid van wat hier allemaal wordt gemaakt. Van de eetbaarheid ook, want ik heb al de hele middag staan plukken. Druifjes, pruimpjes, appeltjes. Het met elkaar doen, het is geweldig. Dat je zoveel mensen bij elkaar weet te brengen om te delen met elkaar. Je kan echt zien dat de mensen hier, ze kunnen hier zichzelf zijn. En waar ze ook vandaan komen, dat kan niet anders. Of dat komt ook gewoon door een gezamenlijke inspanning die wordt verricht. Om ervoor te zorgen dat iedereen hier zich welkom voelt. En dat is iets waar ik zelf ook heel veel energie aan ontleen. Ik zou 100% wat vrienden en vriendinnen, kennissen zou ik hier zo meenemen. Om te laten zien dat het, ja, dit stukje is uniek. Dit is Nijmegen ook, hè? Vergis je niet. Het is een deel van Nijmegen. Gastvrij, leuk doen tegen iedereen en je hoort erbij. Dit is Nijmegen en dat vind je hier terug. Dat vind ik heel leuk. Heel veel mensen komen hier en dat geeft natuurlijk ons ook moed en enthousiasme om verder te gaan. En we hopen dat divers een terugkerend festival wordt in Nijmegen. Die grotere groepen mensen bereikt, maar ook mensen voor wie de doelstellingen van divers nog niet belangrijk zijn, dat die mensen ook komen. Hè. Ik denk aan politici en ondernemers die soms ook op afstand van de werkelijkheid staan waar heel veel mensen, burgers in de samenleving staan. Er is een tweedeling in de samenleving. Er is een tweedeling als je kijkt naar de wijken waar mensen een sociaal-economische isolement leven. Wij willen gewoon ook hen in contact brengen met de anderen die wel wat betere positie hebben. Die wisselwerking, die samenwerking, die het elkaar ontmoeten. Dat kan ook heel veel harmonie in de samenleving opbrengen. Rohe to boraiman, dar hama jo na me shakve tu kuzoraiman.